Terugblikken op het volleybalweekend, dat doen we met een aantal ploegen. Want er zijn weer fijne wedstrijden afgewerkt. Spannende wedstrijden, vijfzetters met heel veel kantelmomenten, heel veel emoties ook. En dan denk ik meteen aan de wedstrijd van Menen. Tegen Mazeik. Want dat is toch een hele speciale wedstrijd geworden. We praten na met de coach Frank de Pestle en natuurlijk met een van de meer ervaren spelers, Jelle Sinnesaal. Frank en Jelle, dikke proficiat natuurlijk. Frank, um, ja, het was waarschijnlijk een heel bizarre, heel spectaculaire en emotierijke wedstrijd toch. Ik moet wel zeggen, hè? ik denk dat we in het begin. eerst uh, nou ja, het was heel goed van ons, maar ik denk dat we daarna. We begonnen maar zij ietsje meer druk te zetten en, en ook een paar discussies met de, met de arbiter. En, en, maar ja, ik ben blij hoe dat we gevochten hebben, want het was een wedstrijd die wel een niveau had. En, en, maar ja, ik denk dat het niet voor veel ploegen is gegeven om in mijn te gaan winnen. En, uh, ja, het was echt wel uh, heel, een heel uh, toffe match. En, en ook om te kijken, denk ik. Uh, ik denk dat langs beide ploegen waren heel content waren uh, met dat niveau, denk ik. Was je verrast door de overwinning als coach? Oh, toch wel een beetje. Hè. Je verwacht niet. Uh, de... Je gaat niet naar Mazijk om, om te denken op voorhand dat we gaan hier gemakkelijk winnen. Uh, ik wou wel zien hoe dat we het ging gaan na die twee weken break. Want uh, het was toch wel even zien, uh, wat er twee weken weer geen wedstrijd gaat. En dan was het toch wel een beetje zoeken welk ritme we zitten we direct. Maar ik moet zeggen dat dat direct goed was. En, maar natuurlijk, je zei wel verrast dat je twee punten gedaan in Mazijk. Ik denk dat de laatste jaren uh, men ook daar nooit heeft gehaald in Mazijk, uh, een Punt. Of twee punten. Uh, en ik denk, ja, uh, ik zeg voor andere ploegen is dat ook heel moeilijk om daar uh, punten te gaan halen en uh, dat is wel een bonus. Jelle, ja, je draait al even mee natuurlijk op het hoogste niveau. Uh, heb je er al ooit al twee punten gehaald? Uh, ik denk uh, het jaar dat Ron Andelof coach was, uh, dat is een jaar. Is of, natuurlijk uh, een hele goede coach. Hè? Ja, een <laughs> ja, jaar, jaar of vijf geleden, denk ik, uh, um, zijn we daar uh, 0-3 gaan winnen, de openingsspeeldag uh, van, uh, van de competitie. Uh, zelfs met uh, één of twee geblesseerden, ons oppositie was geblesseerd. Dus eigenlijk uh, onverhoopt uh, hebben we daar drie punten gaan, gaan pakken. Uh, ja, verrassing van formaat toch dan. Ja. Maar voor de rest, uh, nee, nog, nog niets geraapt in Mazeik, nee. Ja, lag het allemaal zo dicht bij elkaar. We merkten dat, dat we eigenlijk uh, de, de, de evenknie waren van Mazek. Uh, zeker de eerste set uh, deden we goed mee. Uh, we pakten een bonus van twee, drie punten. dus we kwamen dan terug. Uh, uiteindelijk, op het einde van de set, uh, maken we het af. 32, 34. Dus, uh, de wedstrijd was het, was het wel, uh, uh, had ik wel het gevoel dat, uh, dat, dat er zeker iets in zat. Tweede, derde set vielen we dat wat weg. Maar de vierde set tonen we dan wat veerkracht en uh, halen we uiteindelijk die twee punten binnen. Was dat ook uh, topniveau? Op sommige momenten slabakten wij dan een beetje, maar zei ik redelijk veel opslagmissers. Dus van echt topniveau kun je niet, uh, kun je, kunnen we niet, niet echt praten, maar het was wel een heel geladen match. Uh, dat wel. Frank, hoe. Heb je die wedstrijd voorbereid? Je zei het al twee weken dat het weer uh, ja, zonder volleybal was. Hoe doe je dat dan? Dat kwam ook natuurlijk uit een periode met veel spelers die corona hadden gehad. Hè. En gevoelden uh, toch, uh, wat er dan een beker gespeeld tegen Aals, en dan daarna competitie tegen Gent. Dat we wel trainingstof training, uh, nodig hadden. Ajo, een beetje fysiek terug. Uh, want uh, veel spelers voelden toch wel dat we. Ja, niet op hun normaal niveau zat ook qua, qua fysiek. En we hebben de eerste week uh, met toch wel wat fysiek hard gewerkt. Ik denk dat we heel goed, goed trainen hebben dan. En dan de tweede week rustig uh, toegewerkt naar, naar die wedstrijd. En uh, het heeft toch gebaat. En natuurlijk, uh, ik ben blij met het resultaat. En, en, en het heeft toch wel uh, zijn nut gehad, die twee weken. Ja, het lijkt me niet makkelijk voor een coach. De ene keer heb je twee weken de tijd. De andere keer spelen we bijvoorbeeld twee of drie wedstrijden per week. Het is niet simpel. Ik denk dat dat voor elke ploeg is en voor elke coach. Dat het dit jaar een heel raar jaar is. En ik denk dat wij moeten gewoon uh, daarmee leren leven, denk ik. Uh, en elke coach moet zich, moet zich daar een beetje aanpassen. Ook de, de spelers moeten zich aanpassen. Want ik denk dat mentaal voor de spelers ook niet altijd even simpel is. Om: Oké, okay, weer geen wedstrijd. Oké, okay, we gaan uh, dan twee wedstrijden. Deze week hebben we, uh, ja, we hebben nu vier wedstrijden op twee weken. Uh, op tien dagen, elf dagen. Dus ja, dat is, dat is druk. Maar ik heb het wel graag zo. Maar oké, okay, ja, soms zijn we wel een keer een periode dat het minder is. Maar oké, okay, ja, uh, ah ja, ik ben blij dat we gewoon kunnen spelen. Hoe ga jij ermee om, Jelle? Het is inderdaad een, een heel vreemd jaar. Uh, wel trainen, soms met die corona die we gehad hebben. Twee, ik ben zelf ook even uit geweest. Het uh, is moeilijk om een constante erin te krijgen om, om, om te weten: van oké, okay, we, gaan, we gaan nu echt trainen naar die match toe. Uh, nu is het beter. Nu hebben we echt zicht van, oké, okay, in drie, viertal weken hebben we nu echt wel kunnen trainen naar bepaalde matchen toe. Uh, dan merk je dat iedereen wel die focus kan houden. Maar, maar uh, er zijn momenten geweest, net na de voorbereiding, met, met veel coronagevoelen gevallen in de ploeg, buiten de ploeg, met die aanrakingen ge geweest waren. Uh, het, was, het, was, het was hard werken, het was moeilijk werken. Uh, maar, maar nu, zoals Frank zegt, nu, nu, nu zit er een bepaalde constant. Dus in, in, nu spelen we vier matchen op rij, woensdag, zaterdag. Iedereen weet van, oké. Okay, we gaan ons enorm moeten verzorgen. We werken toe naar een volgende match die al binnen drie dagen is. Dus oké, okay, dan, dan laat je daar wel voor op. Ja, ja want hoe gaan spelers? Hoe ga jij ermee om? Bijvoorbeeld. Ja, die Ja, je gaat naar huis, maar je zit ook in die bubbel, natuurlijk, van. Uh de sport van het uh, volleybal, let je dan meer op? Zeker, ja. Bij, bij ons uh, je laat niet uh, alleen jezelf of je gezin in de steek. Je laat je volledige ploeg in de steek als je zelf uh, corona-geval bent. Um, ik kan eerlijk zeggen, in, in onze ploeg okay, er zijn er negen geweest. Maar die negen die zijn allemaal op hetzelfde moment geweest. Dus we hebben elkaar eigenlijk aangestoken. Uh, ik weet niet waar, uh, waar het vandaan kwam. Maar uh, ik denk dat het op, op de volleybal ergens betrapt geweest is. Uh, dus ik, ik kan echt wel zeggen dat, dat, dat iedereen zich binnen zijn bubbel van zijn gezin houdt. En hier dan ook uh, in, in de volleybal. Uh, dat mag geëist worden van een profsporter. We mogen heel blij zijn dat wij nog mogen spelen. Uh, als je ziet dat, uh, dat enkel profsporters nog mogen, uh, mogen volleyballen, mogen voetballen, dan moeten we daar met zorg mee omgaan. Uh, ik denk, moest, er, uh, moest het geweten worden, of moest het geweten zijn dat er, dat er uh, spelers dingen doen die niet, die niet horen, denk ik dat we niet lang meer zullen volleyballen. Frank, um, als ik uh, de kalender is bekijken en ik neem er dan ook de stand bij. Voorlopig staan jullie daar ja, nog wel goed 4-5, maar het geeft wel een vertekend beeld natuurlijk dat jullie zoveel wedstrijden minder hebben gespeeld. Hou je daar rekening mee? Hoe ga je daarmee om? Nu gaan we natuurlijk op die weektijd gaan we wel wat inhalen. Gaat uh, er wel een beetje rekening mee. Ja, je weet natuurlijk dat Leuven en uh, als dat een paar wedstrijden meer. Uh, Leuven had een beetje hetzelfde als ons. Maar natuurlijk, die moeten wel een inhaalrace doen. Uh, maar we hebben natuurlijk nog niet tegen Roeselaar gespeeld. Uh, nu hebben we pas tegen een eerste keer gespeeld. Dus ja, je weet toch wel dat we, dat we die toppers nog niet hadden gehad. Uh, maar natuurlijk, ja, we hebben wel een paar bonuspunten gaan halen in Aalst, uh, nu in Mazajk. Dat helpt natuurlijk. Hè. Je moet eigenlijk de rechtstreekse concurrentie, uh, daar moet je proberen tegen te winnen. Uh, voor in die top 4 te geraken. En daarvoor is nu uh, Wednesday al een heel belangrijke wedstrijd natuurlijk. Ja, je hebt uh, nog maar één keer verloren. Speelt dat ook mee? Ja, maar we hebben wel veel vijfzetters gespeeld natuurlijk. Dat is altijd wel een punt verliezen, maar uh, ik denk dat we al veel punten hebben gewonnen. Uh, maar ja, we hebben nog maar één wedstrijd verloren. En uh, ik denk dat we daar, als we daar in Leuven iets beter uh, ons spel spelen, dan hadden we daar ook wel een winst in gezeten. Maar uh, natuurlijk, ik ben wel vrij tevreden met de resultaten momenteel. Hè. Je kunt moeilijk zeggen, we hebben zeven wedstrijden gespeeld en je hebt er zes gewonnen. Dan had mij dat voor het seizoen gezegd, dan was ik al een tevreden kort geweest. Had ik u ook niet gezegd, dat gaat heel moeilijk worden, denk ik. Maar, maar ja, het is nu zo, we staan daar. Maar wij proberen nu wedstrijd per wedstrijd te bezien. En hopelijk kunnen wij ja, daar nog een ver vervolg aan breiden, denk ik. Jelle, als ik het ook bekijk, vijf keer uitgespeeld, twee keer thuis. Dat speelt toch ook, denk ik? Ja, inderdaad. De voorbije jaren waren wij een beetje gekend als een echte thuisploeg. Zeker met het publiek hier, de kleine zaal. Ik weet dat ploegen komen hier niet graag spelen. En uit vielen de resultaten regelmatig tegen. Dit seizoen is het anders. Ik denk dat iedereen zich evenveel oplaat voor een thuismatch als voor een uitmatch. Je ziet dat we het ook wel misschien iets moeilijker hebben dan normaal hier thuis. Tegen Gent, tegen Warem. We winnen die matchen wel, maar wel heel moeilijke, heel moeilijke matchen. Dus op verplaatsing we doen ons best. En het is, ik ga niet zeggen vreemd, maar het is, het is een bonus voor ons, alles wat we op verplaatsing bij ik, bij Aalst, gepakt hebben. Ik zie ons dat, zie ons dat voor, voorbije jaren niet doen. Dit jaar wel, dus ik zou zeggen chapeau aan de ploeg. Komende week drie keer thuis, dus lijken wel een belangrijke wedstrijden, toch? Ja, vooral de match zaterdag tegen Leuven staat met stip aangeduid. Het vooropgestelde doel is top 4, om zo in die play-offs te belanden. En als we nu kijken naar de rangschikking, is Leuven onze rechtstreeks concurrent. Dus dan zien we dat, dat zaterdag. Het is, het is misschien te vroeg om te zeggen dat dat, dat dat de match is om in de play-offs te komen. Maar ik denk dat we er niet ver naast zullen zitten als we die match kunnen, positief kunnen afronden. Ja, um, Aalst Leuven, Mazeik, dat is het uh, triootje. Uh, Frank, met hoeveel ben je tevreden? <laughs> oh, dat is moeilijk te zeggen. Uh, ja, ik, denk, ik, ik bekijk het meer wedstrijd als wedstrijd. We weten natuurlijk Leuven is een belangrijke match, Maar uh, ik denk eerst woensdag. Ik wil het eerst woensdag zien en dan tevreden. Uh, uh, met een 6 op negen ben ik sowieso tevreden, maar uh, uh, ik denk dat we als we elke wedstrijd positief kunnen afsluiten. Uh, het is een beetje wat al zegt. Ik denk dat we moeten gewoon zien dat we in die winning moeten blijven. Uh, ik denk ja. dat we nu uh, de laatste wedstrijd altijd gewonnen hebben. Niet altijd even simpel. En woensdag zal het ook niet simpel zijn. En, en zaterdag ook niet. En uh, Je moet daarvan uitgaan dat elke wedstrijd een battle gaat worden. Want ik denk dat de ploegen zo, veel, uh, zo dicht bij elkaar liggen. dat het moeilijk te voorspellen is uh, welke, wat de uitslag gaat zijn. Uh, ik denk ook dat ja, het thuisvoordeel. Wat hier juist een beetje aangegeven is, is een beetje weg, denk ik. Want je ziet toch dat veel thuisploegen het moeilijk hebben om, om punten te halen. En, en om constant te zijn, dat is gewoon omdat we het publiek missen. Uh, En dus dat is voor ons juist hetzelfde. Uh, ik denk dat we gewoon moeten kijken naar, uh, uh, naar, nu, naar die volgende wedstrijd. En hopelijk uh, spelen we op ons niveau en dan zullen we heel dicht bij de winst zijn. Drie, vier ploegen gaan strijden voor plaats drie en vier? Het is nu moeilijk. Hè. Gent wint nu tegen Leuven, uh, ja, dus uh, dat ja, al toch uh, dat die een beetje uh, dichterbij komen. Achel wint in Aalst. dus ja, het is, de strijd is nog niet gestreden. Uh, natuurlijk wij hebben we daarvoor zitten we hebben al die bonussen, uh, maar wij moeten nog thuis tegen waarom? Uh, nee, naar waarom? Thuis tegen Achel uh, na een nieuwjaar. Dus we hebben nog twee keer roetslaren. Dus ja, het is nog een, een, een hele lange weg. Hè. Uh, ik denk dat wij moeten gewoon zien, ja, Oh ja, we moeten een beetje naar ons eigen kijken. En, uh, en probeer niet te veel naar de ranking te kijken, want uh, dan wordt er soms bedrogen uit. Tot slot, uh, Jelle, ik las dat Menen een sterkere kern heeft dan vorig seizoen. Kan je dat beamen? Um, op, op, op verschillende posities zijn, zijn we versterkt. Uh, uh, ik, ik kan zeggen, zeker de spelers die gebleven zijn. Zijn er ook voor in, voor in de kern? We hebben de, de, dit jaar met, met Louis die, die, die terug is, hebben we toch weer wat ervaring in de ploeg. Uh, de de, de opposit, uh, Passeur is ook zeker een versterking. Een uh, hele goede passeur. de tweede passeur van de Nationale Ploeg van Finland. Daar uh, ben, ik, ben ik heel tevreden over, ook over, over de vooral ook de mentaliteit in de ploeg. Uh, je merkt dat we met vechters zitten. Zo, zoals we uh, daarnet al zeiden, we hebben wel vier, vijf zitters uh, die, we, die we positief hebben afgesloten, die we gewonnen hebben. Uh, uh, dat. Uh, dat wijst toch op, op enige mentale weerbaarheid, denk ik. Als uh, ook heel veel sets die we met twee punten verschil winnen, waar ik ons vorig jaar eigenlijk ten onder zag gaan. Uh, het is echt men, men, mentaal. Ja, iedereen weet dat, dat volleybal een mentaal spelletje is. En, en ik vind dat we op, op, op dat vlak een, een grote stap vooruit gezet hebben in dit, uh, dit seizoen in vergelijking met vorig seizoen. Is de coach ook beter geworden in zijn tweede jaar? Het was moeilijk om slechter te doen dan vorig jaar. Nee, nee, nee. Frank, Frank, het was ook zijn eerste jaar vorig jaar. Hij heeft ook wat moeten zoeken. Hij is gegroeid als coach, zeker weten. En nee, ik kan er alleen maar over boffen. Bedankt voor de babbel en veel succes natuurlijk.